Dus datzelfde parlement stemt een plafond voor alle burgers, maar voor hunzelf beslissen ze of dat plafond niet wettig is voor hunzelf. Er is een wettelijk plafond op wat een pensioen van een parlementslid ten hoogste mag zijn, €7.813 bruto per maand. 10 jaar geleden duikt er plots een regel op dat het 20% meer mag zijn, tot €9.375 bruto per maand maximum. En nu blijkt dat zelfs 49 parlementsleden nog meer pensioen kregen, al moeten ze dat wel terugbetalen na controle van het parlement. Vandaag lijkt niemand het bestaan van die regels te kennen, de partij PvdA brengt het naar buiten. Hoe is die wet dan ontstaan? Het is wel in een parlement gestemd natuurlijk. Ja, dus dat is natuurlijk crazy. Dus datzelfde parlement stemt een plafond voor alle burgers, maar voor hunzelf, in het kader van een VZW die eigenlijk de pensioenen van de parlementsleden beheert, beslissen voor hunzelf omdat het plafond niet wettig is voor hunzelf. Zat u in die VZW? Nee, we zaten daar niet in. De boekhouding van het parlement wil dat de overheidsdienst pensioenen nu meehelpt. Daar moet de politiek nog over beslissen.